smaaktomaatjes, zakje paprika's, Italiaanse groenten, cavolo nero, bimi, flespompoenen. Dat soort dingen allemaal. Ja, met zijn bijzondere assortiment is Rien voor velen het adres voor groenten en fruit. Hier op de markt in Medemblik. Maar na 52 jaar in het vak vindt hij het wel genoeg. En gaat hij er nu toch echt mee stoppen. Dag mevrouw, wordt u al geholpen? Ik word nog niet geholpen, maar ik wil heel graag door u geholpen. We doen het met ontzettend veel liefde. Maar op een gegeven moment is het toch, heb je een leeftijd bereikt waarvan je zegt van nou... Nu wil ik ook eens een keer rust, niet altijd maar moeten. En zo komt er een einde aan de marktkraam. Een begrip voor vele markten in Noord-Holland. En hoewel zijn klanten het begrijpen, zullen ze hem toch ook gaan missen. Ja, verschrikkelijk. Hoe moet ik nou de week doorkomen? Vreselijk, want het is heel gezellig hier altijd op de markt. En wat ze hebben is altijd prima kwaliteit. De hele tijd haal ik de pakketten haal ik en ik ga het echt missen. Mensen die huilen ook en zeggen van stoppen... Of dat niet bestaat, zoiets. Maar na 52 jaar als groenteboer is hij er aan toe. Rien kan eindelijk meer tijd gaan doorbrengen met zijn vrouw en dochter, die ook meehielpen op de kraam. Maar ja, helemaal stoppen, dat weet hij nog niet. Een klein beetje wat handel doen met wat tomaten en komkommers. Een beetje, maar dan een beetje afbouwen. Misschien nog wat handel doen, links en rechts, ik weet het nog niet. Tot ziens. Blijf gezond. En geniet van je pensioen. Gaan we doen. Okay.